Hoe zou dat zijn? Hoe zou dat zijn op de vlucht met een paar koffers en het geld dat je nog rest? Hoe zou dat zijn? Als het land waar je geboren en getogen bent onder je ogen verschrompelt. Bergen vuilnis in de straten, leegstaande huizen, uitgebrande autovrakken, overal glas. Roestige treinsporen, verlaten fabrieken, verzakkingen in het wegdek, lege winkelrekken. Kapotte telefooncellen, ingevallen gezichten en altijd en overal dat krijsende glas onder je voeten bij elke stap. Loeiende sirenes. 'S Nachts wordt er geschoten, niemand weet waarom. Alles kost moeite. De trapleuning wordt opgestookt, tot op de draad versleten kleren, uren in de rij voor water, voor alles uren in de rij. Bij iedere geboorte zorgelijke gezichten. Waar haalt dat tuig zo plots die uniformen vandaan? De buurman fluit liedjes van Caruso en is daarom verdacht. Bij kaarslicht naait men vlaggen, niemand weet waarom. De ratten leven bovengronds. Een klein hard broodje voor twee eieren en hij daar heeft het altijd al gezegd en nu is het zover. Er wordt geslagen voor het minste, geroepen en getierd, gegild, ijskoud. Te koud om nog te leven. En op een dag denk je aan de tijd die je nog rest. En weet je dat het in die tijd niet goed zal komen. Het kind slaapt onrustig. Je vrouw kijkt je aan en wendt de blik niet af, want iemand moet het zeggen. En je weet niet meer of zij het gezegd heeft of dat je dat zelf was. Maar kom, werd er gezegd. Kom, we zijn hier weg. Het hoge woord is er nu uit, er is geen weg terug. Je zoekt en vindt een koper voor het huis. Je krijgt daarvoor bijna geen geld, want je wil weg, dat weten ze. Je bent een wegloper, die mogen bedrogen worden. De inboedel wordt stuk voor stuk verkocht of weggegeven. Het huis is elke dag een stukje leger. Het speelgoed van het kind, dat gaat niet zonder slag of stoot. Je laat alles achter. Het was geen paleis, integendeel, er was nog heel veel werk. Maar je had plannen, elk jaar een stukje, beetje geld opzij en hup, stap voor stap. En als je samen met haar zat te dromen, als je voor de zoveelste keer samen zat te verzinnen hoe de keuken er uiteindelijk uit zou zien. Als je met kleurige kleefband de nieuwe lijnen uitzette op de oude vloer, dan was het er. Dan stond het huisje zo voor ogen, dan wou je nergens anders heen. De nieuwe keuken, de open veranda op de tuin, de ingerichte zolder voor het opgroeiende kind, de zithoek rond de open haard, alles haarscherp. Kom, we zijn hier weg. Verscheurend, maar het is niet anders. Het land bloedt leeg. Je loopt nog bij familie langs. Er moet van alles worden af en aangeraden. Geen mens die weet hoe het moet. We zullen schrijven. Met het geld van het huis koop je van onbetrouwbare mensen een reisroute in vertrouwen. Afrika, wordt er gezegd. Daar is het goed nu. Daar zit het grote geld. Werk, welstand, rust. Van hop naar her langs open en gesloten grenzen. Het mag een wonder heten dat je het haalt. Zonder papieren. Je vraagt asiel. Je bent asielzoeker. Vluchteling. Migrant. Buitenlander. Allochtoon. Vreemdeling. In de oude hippodroom buiten de stad is een tentenkamp opgezet. Bovenop de muur rond het domein zijn versperringen aangebracht met prikkeldraad. Voor alles uren in de rij.
de procedure, wachten. Een dak en eten, dat is toch niet te veel gevraagd. Geen vriendelijk woord, veel woorden die je niet begrijpt. De gezichten moeilijker leesbaar dan thuis. Andere geur, andere gewoonte, ander eten, ander licht. Andere begroeiing, ander klimaat, andere mensen, andere muziek, andere kleding, ander schrift. Andere humor, andere taal, andere huizen, ander gevoel, anders. Anders. Alles. Helemaal anders. Ik ben Jos de Pauw van het toneel. Beetje film ook. En ik schrijf om de maand in de Standaard der Letteren. De ambtenaar staart naar de papieren van mijn dossier en spreekt mijn naam fout uit. En mijn vrouw danst bij Rosas. Ik articuleer zo nadrukkelijk dat ik mezelf hoor praten. Anne-Theresa de Keersmaker. En dan word ik geveld door een lachstuip die gaandeweg pijn doet. Niks. Niks is er nog over. Alles is weg. Refugié économique, zegt de man. Die nemen ze niet. Ik rol nu schaterend over het met de hand geweven vloerkleedje dat zijn kantoor siert. Je suis content que vous le preniez bien, zegt hij. En dan roept hij om zijn neef. Cousin! Even later komt hij het kantoortje binnen met een kussentje. Thank you.